Wel uit de weg. Rechts afbouwen. Volgens mij hier nog niet. Maakt die nou ook dat geluid? Ja, ik denk het. Ja, mijn moeder zei dat ze inderdaad zo'n geluid maken. Oh. Die hadden van die beesten thuis bijten. Wat is dit hier? Ik denk zo. Rechts afbuigen, dan naar 10 meter links afbuigen. Ja. Nou, zo zijn echt die Jacobspaden zijn niet zo douchie. Nee? Nee, veel makkelijker lopen. Het zijn maar hele kleine stukken dat je over zoiets als dit, maar die rotsblokken en zo niet hoor. Dit is echt wel toch even een stukje moeilijker. Nou, waren we toch weer mooi weer boven op een paar Seru's. Nee, nog niet. Huh? Nee, nog niet. Okay.
wij zijn volgens mij met John Domen langs dit omhoog gekomen. En ik weet niet meer of, maar ik had het idee dat we ook langs hetzelfde terug zijn gegaan. Op zich kom je dit soort stukken heel schaars wel tegen hoor, op zo'n Jacobspad. Alleen dan is dat geen koraal, dat is gewoon een ander soort gesteente. Lang over gebouwd en zo te zien is niet klaar. Er zit wel een dak op, maar ja, we waren aan de overkant ook. Ja. Op die daarachter.
Ja. Wel een goede oefening voor de benen weer. Van naar boven bereik. Ja. Krijg ik weer wat strakke billen van. Merk ik gewoon al als ik mijn oefeningen doe, zochtens. Aha. Aan het water zijn we weer. De autoband. Zo ja, ik vraag me af of je dit niet kunt gebruiken als zout of brak water vis. Kwekerij. Omgeving, kweekomgeving. Ja, ja misschien. Moet je wel weten goed de zoutgehalte meten en zo. Ja. Want een hoop vissen, wij hebben het een keer thuis geprobeerd. Ja. We gaan op een gegeven moment dood als het water niet zout genoeg is. Ja, en te zout zal waarschijnlijk ook weer niet goed zijn. Ja. Nou, zelfs daar iets rommel in gestopt. Ja. Is waarschijnlijk glad. Thank you.
gered. Ik had echt zoiets van, moet ik nou weer die tweede op? Ja. Maar ja, het viel wel mee eigenlijk. Ja, precies. Ik had het ook hoor. Eigenlijk niet minder erg dan die eerste zelfs. Ja. Die eerste een paar dingen. Maar kijk, we waren zijn toen niet helemaal naar beneden. Niet helemaal naar beneden gegaan. Nee. Oh, hier hebben we ook mangroven. Dat zegt hij niet. Oh, dacht dan. Nou ja, wat je wel hebt is dat hij daar, je kunt daar natuurlijk ook langs, want dit is een beetje erg nattig. Ze had wel een bekend gezicht, vond ik. Ja, dacht ik, maar ik wist het niet zien.
komen we weer op dezelfde plek. Ingelopen.
grote poten niet willen lopen wat wij hebben gedaan. Nee. Als je een keer verkeerd stapt in je vrouw, dan heb je je hele been open. Ja. Niet dat je geen schade oploopt met zo'n broek als nee, wat ik aan heb, maar het is toch minder. Ja. En hier kun je gewoon goed zien hoeveel werk ze gemaakt hebben om het af te schermen. Ja, dat ik kan. Had van die korte broekjes toen ik aan het hardlopen was. Dat kan daar beter dan. Dat was ook gewoon ook lekker, dat is niet te heet. Aha. Ja, dat scheelt wel. En toen was ik licht en ik kon ook nog een beetje rennen. Thank you.
natte voeten halen daar. Ja, ik weet het. Maar aan de andere kant ook. Oh, jullie waren aan de overkant. Ja. En wij zijn de bergen op geweest. Ah, hey. En je kan er nu niet langs hier. Nou, zonder voetje nat. Zo te zien niet. Nee. Ik ben wel benieuwd of er boven langs iets is. Hm. Ik zag wel daar veel, hè? In het begin dat je die kant. Want wij zijn van die kant natuurlijk afgekomen voordat we de berg op gingen. Vanaf het, want nu ben je bijna bij. Ja, daarom dus. En we zijn hier niet langs geweest. Ah. Dus dat is wel een plek. Ja, ik zag inderdaad op een gegeven moment bij dat bos, waar dat bos een beetje vindt, een star. En, ja, dat klopt. Daar is want wij zaten te twijfelen, gaan we die kant. Eigenlijk eens even kijken, want ik heb een GPS-track van John Dome. En er staan ook stippenlijntjes op de OpenStreetMap. Wat die doet. Ja. Ja, we zijn inderdaad afgeweken. Ja, kijk. Oeps. Dat hoor je, dat hebben wij gelopen. Dus we zijn hier nu op en neer geweest. Je ziet hier dat stippellijntje staan. Ja. En dit is wat hij heeft gelopen. Ah, ja. Dus, Nou, maar om het laatste stuk nog natte voeten te halen, heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Tenzij het niet anders kan, maar dan kom schoenen uit, dan is het even blote voetjes. Ja. Zijn ook de schoenen uit. Doeg! Doei. Nou, ik weet niet. Daar. Ik weet dat we niet er langs gaan. Ik ben helemaal beneden langs gelopen, dus. Ik ben een beetje te groot daarvoor. Oh. Op je rug. Ja. Volgens mij liepen we dit op de heenweg ook. Ja. Thank you.
beetje apart. Dit kan me dat niet. Ah ja, we zijn hier naar boven gekomen. Kijk, het is zo afgezet dat je zo langs je dingen kunt lopen. Eigenlijk is het voetpad daar, maar het is dicht gegroeid. Ik heb gelezen in de krant of ergens dat ze weer geen vergunning hebben gekregen om ze doen hier de wedstrijden van. Klein stukje terug. Oh, ik had een klein stukje omhoog. Nou.